jullie van de match van vandaag? 5-1. 5-1? Voor Holland natuurlijk. En eerst was er een beetje twijfel over Nederlandse voetbal. Nu zijn jullie meer gerust gespeeld. Nou, het zelfvertrouwen is wel enorm gegroeid na de mooie wedstrijd tegen Spanje. Maar ik denk dat de wedstrijd tegen Australië ook weer heeft aangegeven dat we niet zo goed zijn als we misschien denken. Ik denk dat als we vandaag een goede prestatie neerzetten, dan komen we heel ver in het toernooi. Chili is sterk, speelt op het eigen continent. En te zien zijn enorm veel Chileense supporters hier. Nou, zij zullen dus de thuiswedstrijd spelen. Maar als wij onder deze druk een fantastische wedstrijd neerzetten, dan gaan we ook de finale halen. Alles hangt af van deze wedstrijd. Wat denken jullie van de sfeer in Brazilië? Ja, fantastisch. Geweldig. Het is echt fantastisch om hier te zijn. Ja. We zijn in Salvador begonnen. We hebben een paar duizend Hollanders, totaal geen vertrouwen in het team. Maar gewoon de stad zelf, de Brazilianen zijn vol beleven. Als je oranje shirt aan hebt, is iedereen je vriend. Dus het is echt fantastisch. Hebben jullie contact met Nederland, met de gas? Ja, zeker. Ja. Iedereen is stinkjaloers. Het leeft enorm in Nederland, schijnt. Iedereen is daar ook helemaal in de band van de WK. Maar ja, goed, als je hier bent, dan ben je gewoon in een hele andere wereld. Je kijkt elke WK-wedstrijd, alle kroegen zijn open tot laat. Overal wordt voetbal uitgezonden. Iedereen, maakt niet uit van welk land je bent, kijkt naar de wedstrijd. Het is echt heel erg mooi om hier te zijn. Dus de vertrouwen is weer terug. Sorry? Het vertrouwen is terug. Ja, absoluut, absoluut. Het is ook het allermooiste land om voetbal te kunnen kijken. Ik ben heel blij om hier met mij een mooie vriendin te zijn. Hebben jullie dan een match van België gezien? Op televisie. Nou, ik was niet onder de indruk van de eerste twee partijen. Ze hebben wel gewonnen. Nou ja, ze hebben wel gewonnen. Ik denk dat de wissels die daar doorgevoerd in de tweede wedstrijd, basisplek voor Dries Mertens en voor. En die kwam later in de Vertonghen van de later in. Nou, ik denk dat dat wel een goede wissel was, maar de tegenstander was ook hartstikke sterk. Als de Belgen een beetje stoom komen, wat minder zenuwen hebben, dan komen ze ook vrij ver hoor. Ik zou het mooi vinden als we elkaar nog tegenkomen.